zware bosbranden op La Réunion, overstromingen op Kreta en een heuse blizzard in Canada. Dit is de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Op het Franse eiland La Réunion in de Indische Oceaan woedt al een aantal dagen een grote natuurbrand. Vrijwel heel het eiland is een national park dat op de UNESCO-lijst staat. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. In 2010 en 2011 waren er ook grote branden. Die bleken te zijn aangestoken door een brandweerman die ook een pyromaan bleek te zijn. Het Griekse eiland Kreta is deze week getroffen door zware regenbuien. Een groot deel van het eiland liep onder water en dat leverde flinke problemen op. De hevige regenval heeft veel schade aangericht aan de infrastructuur van het eiland. Wegen en huizen zijn ernstig beschadigd. Ook hebben modderstromen tientallen auto's de zee ingesleurd. Het herstellen van de schade zal nog weken gaan duren. En speciaal voor de winterliefhebbers ook nog een heus sneeuwitem. Want in Nederland is de winter nog ver weg, maar in Canada klopt de koning winter wel degelijk op de deur met de eerste blizzard. In Alberta viel op veel plaatsen in korte tijd 20 tot 40 centimeter sneeuw. De sneeuwval ging gepaard met veel wind. Er werden windsnelheden boven 100 km per uur gemeten. En verkeer was enige tijd niet mogelijk. En dat waren alweer de meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Spraakmakend Weer. En dan is Laura gewoon weer terug en staat zij hier. Tot dan!